Welkom bij Gelderland Helpt. Vandaag eten we mee met eetclub De Kokkerpot in Bargem. Wij zijn bij het Onderschoer in Bargem. Jullie hebben een soort kokclubje? Ja, De Kokkerpot noemen we dat. Alleenstaanden, ouderen die komen eten voor de gezelligheid. 1 keer in de maand worden gedaan op de eerste donderdag. En dan roleert met 15 vrijwilligers. Vandaag eten we pompoensoep, boboti en tiramisu met custardpudding met bessensap. En een toefje slagroom. We zijn met deze kookclub begonnen omdat de ouderen samen kunnen eten. Gezellig samen eten, samen zijn. Praten. Tegen de eenzaamheid. Ja, voornamelijk een alleenstaande ouder. Samen eten is altijd gezelliger, hè? Wij koken, wij verwennen ze. Ja. Ja, dan wil je ze afzien. Mag ook niet iets zolden. Nou, jullie maken weer wat lekkers van, geloof ik. Ik hoop het. Ja, we hebben wel ons best gedaan. Oh, dat doe je toch altijd? Ja. Doe altijd. Het is ook wel gezellig, geloof ik, hè? Anders zit je thuis alleen te eten en nu samen, dat is toch heel fijn. Ja, maar je alleen bent, dan blijf je alleen. Ja, maar als je maar honger hebt, dan lust je wel ja, eten. Ja, maar ik heb nooit genoeg. Oh, dat zou ik anders niet zeggen. Mag ik een moment stilte, alsjeblieft? Ja. Het is altijd een verrassing. Het is zo ontzettend goed verzorgd allemaal. De gezelligheid, de mensen om je heen. Ik vind het heel geweldig. Ja hoor. Ja, je moet wel een gaatje overhouden voor het toetje. Hè? Dat ziet er ook veelbelovend uit. Ja, moet je eens omkijken. Jawel, ik ga morgen niet op de weegschaal staan. Oh nee? Dan ga je morgen toch niet eten? Natuurlijk, morgen heb ik toch weer honger. Ja, we kunnen nog spulletjes gebruiken. Serveerschaal, grote pannen, opscheplepels. Ja, dat is wel handig. Dat zou heel handig zijn. Als het nog mensen leuk vinden om mee te helpen met De Kokkerpot, die zijn heel erg welkom. Heeft u nog pannen, lepels of overschalen? Of zou u wel een keertje mee willen eten? Kijk dan op GelderlandHelpt.nl.